aankomen bij Huiselijk Kamp, houden zich schuil achter de struiken. Ze moeten eerst weten waar koning Winter zich bevindt voor ze naar binnen gaan. Maar niemand durft op onderzoek uit te gaan. En, zoals jullie misschien wel weten, is in zo'n situatie de enige optie om strootje te trekken. De heer Winkeldemaat breekt wat takjes en één voor één pakken ze een takje uit zijn handen. Eerst de Shemkoningin, dan Bakkenstroet en de hofdame als laatste. Wanneer de hofdame haar strootje heeft gepakt, is het gelijk duidelijk dat ze aan het kortste eind trekt. En met gebogen hoofd loopt ze richting de burcht. De Shemkoningin spreekt daar nog wat moed in. Ongeduldig en vol spanning wacht het gezelschap op de hofdame. Gelukkig duurt het niet al te lang. De hofdame vertelt dat koning Winter in zijn ijskamer zit. Dus moet er een plan bedacht worden om koning Winter uit de kamer te krijgen. Zodra hij uit zijn ijskamer is, moeten we snel de ijskamer ingaan en kan de Shemkoningin met haar hand de goede sneeuwbol vinden. Zodra deze is gevonden, is het noodzaak om zo snel en zo ver mogelijk hier vandaan te komen. Ze besluiten dat de beste manier om koning Winter uit zijn ijskamer te krijgen is om in de keuken lawaai te maken. Maar wie gaat dit doen? Wanneer ze elkaar vragend aankijken, pakt de heer Winkeldemaat de strootjes weer bij elkaar. En met een diepe zucht begint het strootje trekken weer van voren aan. Eerst de Shemkoningin, dan Bakkenstroet, de hofdame en de heer Winkeldemaat. Wederom is de hofdame de pineut. Ze opent haar mond om in opstand te komen. Maar wanneer de Shemkoningin haar hand aanraakt en ze voelt hoe vreselijk koud haar handen nou zijn, besluit ze niks te zeggen. Bakkenstroet zal op de uitkijk gaan staan om te waarschuwen wanneer koning Winter weer terugkomt. Het viertal kijkt elkaar aan en ze weten dat het nu moet gebeuren. Ze sluipen richting het huis, richting de ijskamer. Dat zal niet, denk ik. Wat is er hier?
We willen de vloek verbreken. Zullen we hem kapot gooien, ja of nee? Wat zeg je? Dan gooi ik hem. Nee, nee, nee. Nee. Wat doen we nu met koning Winter? Nee. Oké, ik ben niet bang voor koning Winter. Nee, hij maakt zoveel mooie dingen voor ons. Sneeuw, ijs. Nee. Ik weet zeker dat deze man niet zo slecht is als dat hij nu heeft laten zien. Nee, 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 nee. De sjem is ontdooid. De vloek is verbroken, dames en heren. Yes! Zijn jullie dan niet meer bang voor mij? Nee! Zijn jullie weer bang voor de winter? Nee! In de winter moet je koud zijn, in de winter moet je rillen. Nee! Dan moet je toch bang zijn voor die winter. En dan ook nog een festijn maken, hoe is het mogelijk? Oh, alles doet het weer! Je hebt geluk, mijn meid. Je hebt geluk, ja. Dit dorp heeft mijn vloek verbroken. Dit is het eerste dorp in deze wereld dat het niet meer echt koud zal zijn. Maar jullie hebben die vloek verbroken. Geweldig. Er is hoop, lieve mensen, er is hoop. Maar ik zal één ding zeggen. Ik zal jullie een kans geven. Ik geef heel Neder een kans. Ja? We gaan een wedstrijd doen. Er staat hier een boom in de hal. En degene die de beste winterwens of de beste reden daar gaat hangen, die gaat van ons een prijs krijgen. En die prijs, die reik ik morgen uit aan het einde van deze midwinterfair. Mensen, met z'n allen hier. Hierbij openen wij het Midwinterfestijn.